President Zelensky van Oekraïne sprak gisteren tot de leden van de Tweede Kamer. Fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, was diep onder de indruk van de woorden van de Oekraïnse regeringsleider. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De tirannie moet verliezen, dat zei de Oekraïnse president Zelensky tegen de Tweede Kamer gisteren via een beeldverbinding. Voor de eerste keer in de geschiedenis van ons land sprak een regeringsleider op deze manier tot de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Aan tafel fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij. Goedenavond, meneer van der Staaij. Goedendag. De tirannie verdrijven, zei Zelensky. Een citaat uit ons volkslied. Ja, inderdaad. Je moest onmiddellijk natuurlijk aan het Wilhelmus denken. Ik heb dat in mijn eigen bijdrage na afloop van de speech ook nog vertolkt. Mm-hmm. Dat het woorden uit ons volkslied zijn die ook onderdeel zijn van een gebed. En dat ook velen in Oekraïne en in Nederland ook bidden om vrede en om wijsheid en om troost voor alle mensen ook in Oekraïne. Het was een unieke bijeenkomst voor het eerst in de geschiedenis dat een regeringsleider op deze manier de Tweede Kamer toesprak. Wat deed dat met u? Nou, ik heb wel eens eerder ook in verenigde vergadering, dus met Eerste Kamerleden, ook presidenten ontmoet. Bijvoorbeeld de president van Suriname een tijdje geleden. Ja. Maar zo in onze eigen plenaire zaal was het inderdaad voor het eerst. Nou ja, wat vooral indruk maakt is dat het iemand is uit een land in oorlog. Hè? Dat je ook op die manier ook dichterbij komt. Dat je eigenlijk nog meer meebeleeft wat daar ook gebeurt. Ook door de manier waarop natuurlijk hij ook uiteenzetten. De verschrikkingen van een oorlog. Dat er geen eten, geen drinken is, geen medicijnen zijn voor veel mensen in Mariupol bijvoorbeeld. Hè, hij bracht het ook dichtbij door het te vergelijken met het bombardement op Rotterdam. Ja. En wat daar toen in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Ja, de slagschaduw van Rotterdam. De donkere schaduw die daar overheen hangt. Heel veel plekken, ook in Europa. Dat men ook beseft van ja, dit kan ook ons treffen. En een geschiedenis herhaalt zich. En het is niet zomaar alleen iets uit een grijs verleden. Maar het is op het Europese continent wat er nu ook plaatsvindt. En ik vond zelf ook wel indringend wat Zelensky naar voren bracht van... Laten we eerlijk zijn, je kan na een aantal weken er een soort zelfs aan deze verschrikkingen in het nieuws gaan wennen. Mm-hmm. En zeggen van, oh ja, dat is waar, dat gebeurt daar. Maar als je daar middenin zit, dan went het niet. En dat vond ik ook een terechte aanmoediging om de aandacht ook niet te laten verslappen. Ja. Hij kreeg een staande ovatie na afloop. Blijft het daarbij? Als het gaat om de steun verder, dan blijft het daar zeker niet bij. Dan zie je op allerlei manieren dat we al als Nederland ook natuurlijk betrokken zijn. In Europees verband, in NAVO-verband, zowel de militaire steun in de vorm van het leveren van wapens, als in het... ook op diplomatieke pad, maar ook de sancties die ook verder natuurlijk worden aangescherpt. Dus ik vind dat Nederland ook volop al betrokken is, in de goede zin van het woord, met ook steun te geven aan Oekraïne. En hij sprak heel slim onze premier Mark Rutte direct aan door te zeggen van jij kunt ervoor zorgen dat wij in de Europese Unie komen. Een politieke boodschap. Dat is waar. Dat was ook wel een beetje te verwachten. Kijk, zij willen natuurlijk ook graag bij NAVO bij de Europese Unie horen. Aan de andere kant, we moeten natuurlijk ook wel het hoofd koel houden. Met een warm hart ook kijken hoe we hen kunnen steunen. Maar het moet ook niet zo zijn dat je nou in zo'n situatie of door zo'n toespraak nu ineens gaat zeggen van, oh ja, laat ze maar bij de Europese Unie komen. Dus ook D66 kwam wel met zo'n motie. Maar ik vind dat ook niet erg gelukkig. Dat moet niet gebaseerd zijn op de emotie van het moment. Ik vind het veel verstandiger wat ook onze kabinet aangaf van, ga nou eens kijken op welke manier dat ook Europa en Oekraïne ook in de toekomst nauwer verbonden kunnen zijn. Maar er zijn heel veel varianten dan alleen een EU-lidmaatschap. U vindt dat de geëigende wegen bewandeld moeten worden en dat je niet door emotie in dit geval moet laten leiden? Nee, dat vind ik inderdaad. Wel nogmaals, als het gaat om natuurlijk concreet de sancties, dat is nu aan de orde. Hoe kan je Rusland ertoe brengen om die oorlog te stoppen? Ja. Hoe kan je ook helpen met ook wapens om zichzelf te verdedigen in een legitieme strijd tegen agressie van Rusland? Dat vind ik echt volop aan de orde, waar we ook echt moeten kijken wat we kunnen doen. Mm. Maar die vragen naar NAVO-lidmaatschappen en EU-lid, dat is echt van andere orde. Ja, toch kan het ons direct raken als Poetin de gaskraan dichtdraait
en we letterlijk in de kou komen zitten. Er ligt sneeuw vandaag in Nederland. Bent u daar bang voor, dat het zich zo gaat ontwikkelen? Nou ja, kijk, we weten dat er natuurlijk wel, als wij ook acties ondernemen in de zin van sancties tegenover Rusland, ja, waarvan ze de pijn voelen, zeker ook de kliek rond Poetin, dat dan ook natuurlijk wel tegenreacties kunnen komen. Dus we moeten daar wel rekening mee houden dat er ook sancties op kunnen volgen. Ja. Ook dus door aan het draaien van de gaskraan. Aan de andere kant denk ik, ja, we hebben wel allebei een belang. Dus het is niet zo dat het, zeg maar, Rusland geen pijn zou doen om die gaskraan dicht te draaien. Want uiteindelijk is ook Europa wel een belangrijke afzetmarkt. Dus ze verdienen er ook wel weer geld aan. Ja. U zei het al, 50 miljoen is er aan militaire hulpgoederen naar Oekraïne gegaan. Wat is daarvan gekocht eigenlijk? Weet u dat? Ik heb daar wel natuurlijk wat een en ander over langs zien komen, ja, in de nieuwsberichten. Ik heb aan de andere kant zelf ook altijd juist ook wel kritisch gekeerd tegen over te veel details daarin. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook niet helpt in oorlogstijd dat je in de krant gaat zeggen en van de daken gaat schreeuwen op welke manier dat je ook zo'n land wil helpen. Je moet je vijanden niet wijzer maken, ja, dan ze zijn, inderdaad, zeg je eigenlijk. Ja, ja, maar is dat, ja, genoeg, 50 miljoen, of moet er meer bij? Nou, het gaat mij niet om het bedrag. Het gaat om, en dat was ook de uitstraling van een meerderheid in de Kamer. En ja, daar sluit ik maar bij aan. We moeten gewoon kijken wat wij in redelijkheid ook kunnen helpen en bijdragen. En niet zeggen van dit was het en niet anders. Ook steeds bereid zijn om daarnaar te kijken. Ja, u weet dat Zelensky wil dat de NAVO verder gaat. En ook bijvoorbeeld een no-fly zone instelt boven Oekraïne. Bent u dat met hem eens? Of moet de NAVO zich afzijdig houden en geen stap in Oekraïne zetten? Nou, ik vind, ik begrijp natuurlijk heel goed dat Zelensky ook zegt van, wij moeten die strijd hier voeren en nog veel meer steun is heel erg welkom. Tegelijkertijd blijft het ook wel vragen en zoeken om wijsheid hierin, dat je ook niet zodanig in het conflict wordt gezogen dat uiteindelijk nog meer bloedvergieten tot meer bloedvergieten leidt. Ja. Dus ik steun wel de houding die ook Nederland hierin en eigenlijk het merendeel van de landen ook wel inneemt. Ja, een uitvloeisel van deze oorlog is dat het kabinet mogelijk de defensieuitgaven gaat verhogen. Was deze week in het nieuws dat we naar de 2% toe gaan die de NAVO voorschrijft, de NAVO-norm. Is dat eigenlijk nu of nooit in uw optiek? Ik denk dat het wel een belangrijk momentum is, zoals we dat noemen. Ja. Een bepaald punt waarop je zegt van, hey, nu voel je wel dat je winst mee hebt om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Iedereen is nu echt ook doordrongen van de urgentie. En dat we dat niet kunnen denken van, de vrede is uitgebroken en het wordt alleen maar mooier en beter in de wereld. Het klinkt wrang dat je een oorlog nodig hebt om dat te beseffen. Zeker. Dat is ook wrang. En dat is ook, het is ook niet zo dat zeg maar nou een soort noodlot is van ja, zo gaat het eenmaal. Nee, ik vind dat we gewoon eigenlijk veel eerder, daar hebben we als SGP ook steeds op aangedrongen, ons daarvan bewust moeten zijn. Dat wij ook weten dat het onrecht en het geweld niet zomaar verdreven is in deze gebroken wereld. Dus dat het ook naïef was en te makkelijk was om in het verleden maar op die defensieuitgaven te beknibbelen. Ja. En ik heb er ook nu geen vertrouwen in dat op het moment dat het nu wel die steun zou zijn voor die 2%, dat het dan automatisch goed blijft gaan. Het kan ook zo weer wegzakken. Hè? Nog even wat Zelensky ook zei, van je kan overal aan wennen, de aandacht kan weer verslappen. Ja. Dus daarom pleiten we er ook voor. En mijn fractiegenoot Christoffer is daar ook mee bezig om een wetsvoorstel in te dienen om ook die 2% dan vervolgens wettelijk te verankeren. Ja. Dus dat je echt een wet moet wijzigen om je niet aan die NAVO-afspraken te houden. En dat niet ieder kabinet opnieuw het wiel uitvindt. Zo is dat. Ja. En dat je ook op die manier wat meer langjarig je inspanningen vastlegt. Dat doen we op andere terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat om de infrastructuur en het aanleggen van wegen en het onderhouden van wegen, doen we dat ook. Ligt dat veel steviger ook financieel vast. Mm. En wij zeggen, doe dat voor Defensie ook. Het gaat wel om de kerntaken ook van de overheid. Oké. Okay. We gaan even naar een ander onderwerp, want Finse politica Päivi Räsänen is vrijgesproken van vervolging na haar uitspraken rondom homoseksualiteit. We hebben nu contact met Henk-Jan van Schothorst van de Christian Council International. Hij heeft de afgelopen periode persoonlijk contact gehad met mevrouw Räsänen. Goedenavond, meneer van Schothorst. Goedenavond, heer Bartekamp. Fijn dat u met ons verbonden bent. Wat was de eerste reactie van mevrouw Räsänen toen zij de uitspraak hoorde? Ja, bijzonder opgelucht en dankbaar voor deze uitspraak eigenlijk, die ook historisch is als het gaat over de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting, in Finland in ieder geval.
En waar ik ook voor het eerst een standpunt moet innemen over de vraag of het al dan niet legaal is om de Bijbel aan te halen en daarmee in te stemmen. Ja. En de rechters hebben verhoudingen tussen grondrechten en het strafrecht en de onderlinge verhouding tussen verschillende fundamentele vrijheden moeten afwegen. En dat is goed afgelopen, maar wel alarmerend. En ook de slag is gewonnen. De strijd gaat door. 7 dagen zijn er mogelijk om beroep aan te tekenen. Waarbij ze bij het Hof van Beroep en eventueel bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens terecht kunnen komen. Ja, u zegt een historische uitspraak. Waarom is het historisch? Waarom is dit zo van belang? Nou ja, dat is omdat die grondrechten en de onderlinge verhouding daartussen is afgewogen eigenlijk. Ja. En je niet alleen de Bijbel mag citeren, maar er ook in mag geloven en dat ook vrijuit mag zeggen. Mm. Dat is toch heel fundamenteel, niet alleen voor Finland, maar eigenlijk voor heel de wereld. We hebben het hier ook gezien in de zaak van Dominique Korts. Ja, toch als je de uitspraak leest, dan zegt de rechter dat de uitspraken van mevrouw Razane wel beledigend zijn, maar dat ze daarvoor niet vervolgd wordt. Hoe zit dat dan? Ja, dat heeft ook te maken met de vraag of er sprake is van het zaaien van haat van je uitspraak. Ja. Hè? De context is dus heel belangrijk. En zij uitte haar geloofsopvatting. En dat is, hoewel dat beledigend zou kunnen zijn, hè, is dat niet strafwaardig. Hmm. Ja, en dus ook niet vervolgbaar in die zin, zodat ze daar straf voor kan krijgen. Nee, nou, dat in een 28 pagina stellende uitspraak is de rechter inderdaad 3 rechters tot die conclusie te komen, die in plaats van 4, 6 weken de tijd hebben genomen om zich over deze zaak te buigen. Maar het is wel zorgelijk, vind ik, dat het naar voren is gekomen. En eigenlijk zie je hier waarom wel het niet strafbaar. Er is een steeds dominanter wordende en ook best agressiever wordende soort van pseudo-religie aan het opkomen. Hè, waarin de mensen zijn gevoel de maat van alle dingen worden. Zo is een diversity en inclusion ideologie met zijn dogma's. Hè, die de maatschappij eigenlijk opdeelt in allerhande identiteit en oriëntatiegroepjes. Hè, waarin iedereen zijn eigen identiteit naar zijn gevoelsmaat kan claimen. Dat is zogezegd diversiteit. Ja. En iedereen moet het inclusief aanvaarden. En doe je dat niet, hè, dan ben je volgens de klager, dan ben je dus strafwaardig. Dan doe je hate speech, dan discrimineer je. Ja. Hè? Ja. En Pajvi Razane daarentegen, die zegt, nee, niks ervan. Gods woord is de maatstaf. We zijn allemaal zondaren en we hebben allemaal verzoening nodig. We zijn alle gelijk voor God. Ja, duidelijk. Nou, laatste vraag, meneer Van Schothorst. Hoe denkt u dat deze zaak verder gaat? Gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep in Finland? Nou, de general prosecutor, zoals ze heet, dat is ik ben bij die rechtszaken geweest en die was toch best enorm fanatiek. Ik denk eerlijk gezegd dat zij in hoger beroep zal gaan. Dat zal binnen 7 dagen duidelijk worden. De reactie van mevrouw Razane was eigenlijk van, hey, ik sprak haar vorige week nog in Brussel. En ik zei tegen haar, nou, ik kan me toch niet voorstellen dat je verliest. En zij zei van, nou, ik moet het nog maar eens zien, want ik had ook niet verwacht dat na 2 jaar onderzoek, na 10 pagina's zuiverend politierapport, na 13 uur verhoor in totaal, dat ik toch aangeklaagd zou worden. Ja. En dat is wel gebeurd, dus we weten niet waar het eindigt. Maar ze zegt, word niet verschrikt. En dat is een boodschap die we allemaal mee kunnen nemen. Dank voor uw toelichting, Henk-Jan van Schothorst. Terug naar onze gast aan tafel, Kees van der Staaij. Heeft u die zaak gevolgd? Jazeker, ja. Ook eerder een mailcontact gehad met mevrouw Razane om haar ook te bemoedigen en steun uit te spreken voor haar vrijmoedige inzet ook in Finland. Ja, ze baseert zich op de Bijbel. Er is ook een zaak in Nederland van Dominique Kort, ook vrijgesproken deze week. Is dat opvallend dat het in dezelfde week plaatsvindt? Nou, het is inderdaad wel bijzonder dat in dezelfde week plaatsvindt. De situaties waren zeg maar juridisch wel verschillend, omdat mevrouw Razane is formeel vervolgd. Dus Openbaar Ministerie heeft echt de zaak voor de rechter gebracht. In Nederland ging het erom dat juist Openbaar Ministerie in eerste instantie zei van nee, we gaan die niet vervolgen. En dat mensen zich hebben beklaagd daarover bij de rechtbank. En de rechtbank zegt nee, Openbaar Ministerie had eigenlijk gelijk dat ze hierin geen zaak zag. Mm. Dus in Nederland stopt het daarmee. In Finland, zoals Henk-Jan van Schothorst al aangaf, is het wel de uitspraak van een lagere rechter en kan het wel degelijk nog een vervolg ook krijgen. Maar
ja, ik herken zonder meer de overeenkomsten in de beide zaken. En ook de gevoelens van opluchting en dankbaarheid over dat bevestigd is in ieder geval dat er die ruimte is en blijft voor de klassiek christelijke opvattingen over huwelijk en seksualiteit te verwoorden. Ja. Maar tegelijkertijd ook wel, zoals Henk-Jan van Schothorst ook aangaf, ja, toch ook wel de ondertoon van bezorgdheid. Van laten we wel zijn, we kunnen dankbaar zijn. En dat ben ik absoluut ook met deze uitspraken. Maar het is eigenlijk al ernstig dat we daarover in spanning zaten. Dat het eigenlijk toch omstreden is. En de vraag is, is het op of over de grens? Of mag het nog wel? Dat geeft wel aan dat wat vroeger eigenlijk vanzelfsprekend was, wat je naar voren mocht brengen, dat nu al wel uitgedaagd wordt. Maar de vraag is of dat wel mag. Dus die geestelijke strijd die daaronder en erachter ligt, zie je aan de andere kant wel manifest worden. En ook voor mevrouw Razane en voor dominee Kort betekent dat natuurlijk best wel heel wat persoonlijk ook, dat je maandenlang voorwerp van onderzoek bent. Ja, wat merkt u dat zelf ook in uw vak, in de politiek? Dat als je baseert op de Bijbel, dat je dan tegenstand krijgt? Nou ja, zeker ook bij deze onderwerpen. We hebben daar in het verleden in de Kamer natuurlijk ook wel over gesproken. Ja. Bij onderwerpen als huwelijk en seksualiteit merk je dat eigenlijk heel snel wat je daarover vindt, op grond van de Bijbel, wordt gezegd van ja, maar is dat niet beledigend? Is dat niet kwetsend voor mensen die het al zo moeilijk hebben? Mm-hmm. Ik heb andersom ook wel eens het gesprek gehad. Dat ik zei, ja, maar wat denk je wat het betekent? Als christen, in je diepste identiteit als christen, als mensen zeggen, ja, je gelooft in sprookjes en het is allemaal onzin en wat dan ook. Dat ervaren wij ook. Wat het betekent als iets wat voor jou belangrijk is, dat andere mensen daar heel anders over denken. Maar daar moeten we niet elkaar voor de rechter voor gaan slepen. Maar meer vragen van waarom vind jij dat belangrijk? En wat zit er bij jou achter? Dus heb daar een goed gesprek met elkaar over. Maar maak er geen rechtszaken van. Ja, is deze uitspraak ook belangrijk in Europees optiek? Dat er een uitstraling naar Europa is? Ja, ik denk dat het laat zien dat in feite zie je dat er ook door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, waar natuurlijk ook uitleg wordt gegeven aan de verschillende grondrechten die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staan, gaat ook over godsdienstvrijheid en over het non-discriminatieverbod, dat er wel een heersende opvatting is in verschillende landen dat er wel de ruimte moet zijn op grond van ook godsdienst, een mening te mogen vertolken die afwijkt van de meerderheid, zeg maar, opvatting. Dus ik denk wel dat het een bevestiging is van een Europese lijn in de rechtelijke uitspraken. Tot slot, meneer Van Staaij. Vandaag bracht uw partij naar buiten dat Tweede Kamerleden een cursus snel spreken moeten ondergaan. We spreken nu ongeveer 130 woorden per minuut, maar dan moeten er 200 worden. Ja, we hebben natuurlijk veel afsplitsing ook in de Kamer. Dus elke keer zit 20 fracties inmiddels. 20 fracties, dus zitten woekeren met die vergadertijd. Ja, en dan vind ik, dan moet je ook bereid zijn om ook naar ongebruikelijke oplossingen te zoeken in zo'n ongebruikelijke situatie. En we hebben dat eens nagegaan. Het maakt echt wel uit of je 130 woorden per minuut spreekt of 200 woorden per minuut. Dat geeft heel veel extra ruimte op de agenda. En bovendien, we hebben ook onderzoek gedaan naar het gebruik van de app die er is, Debat Direct. Mm. Dat mensen rechtstreeks kamerdebatten kunnen volgen. En wat blijkt, mensen spelen dat heel, heel vaak versneld af. Dus daaruit leiden wij af. Het is ook de behoefte bij burgers om gewoon sneller mensen te horen spreken. Ja, maar u zat in een commissie om de werkwijze van de Tweede Kamer te verbeteren. Daar hebben we dit niet gehoord. Nee, maar het is voortschrijdend inzicht. Ja. Je hebt altijd, ik bedoel, wat je de ene dag vindt, betekent niet dat je dat op de andere dag ook natuurlijk nog weer op dezelfde manier vertolkt. Er kunt ook weer nieuwe inzichten reizen. Ja. En ja, dat was ook echt speciaal. Vandaag hadden we ook wel het gevoel dat we daar toch een nieuwe stap in moesten zetten. U brengt het wel naar buiten op een bijzondere dag. Het is vandaag 1 april, meneer Van der Staaij. Ja, nee, dus dat is waar. Dus het is altijd belangrijk om de context ook van uitspraken goed in de gaten te houden. Ja, en u bent zelf al geoefend erin, want die 200 woorden per minuut, dat lukt u zeker, zo te horen. Ja, over het algemeen is het wat lager, 120 woorden, 130 woorden per minuut. Maar het moet ook zeker mogelijk zijn om met sneller spreken toch dezelfde boodschap op een heldere manier te vertolken. En het is goed om daarin te blijven oefenen. Dank, Kees Van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. Want dit was uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag, blijf in de welzijn, dan zijn we er weer. Mooie zaterdag, gezegende zondag. Graag tot maandag. Dag.